In het Souterrain, aan de Holtermanstraat 17a, bevindt zich de oudste cafetaria van Nijmegen. Nog heel even, want op 4 januari aanstaande gaat de deur voorgoed op slot. Al ruim 35 jaar serveert Herman Detmers hier zijn friet op een echt bord met mes en vork. Herman is een Nijmeegse legende. Herman echter zet zichzelf nooit op de voorgrond en daarom heet de zaak nog steeds, heel bescheiden, het Parijse keldertje. Ja, dat Parijse keldertje, dat weet ik niet hoe dat eigenlijk ontstaan is. Had die mevrouw misschien wel beter geweten. Dat is al vanaf haar tijd eigenlijk. Of dat Herman hem te vinden. Vroeger was het eigenlijk, het is hier begonnen met Toon en Toon. Toon en Toon waren de chefkok Toon Bourgogne en Toon van Ierland. Samen begonnen ze vlak na de oorlog een cateringbedrijf voor bruiloften en partijen. In 1949 opende Toon Bourgogne in de Holtermanstraat de eerste Nijmeegse cafetaria, het Parijse keldertje. Mevrouw Bourgogne woont nog steeds in de Holtermanstraat, pal tegenover het keldertje. Mijn man ging naar het keldertje. En omdat de keuken in het Frans is, heeft hij dat keldertje, het Parijse keldertje, genoemd. Zij, zeg Benny, ik heb zorgen over ons huwelijksdiner. Hij, maak je geen zorgen, vrouwtje, want uw diner is steeds geslaagd als Bourgogne en van Ierland dat maakt. En toen is hij daar gebleven totdat hij een jaar of 7 geloof. Ja, of ze verder erin gezeten, ja. En mijn dochter hielp daar ook in mee. Totdat hij het kelletje wegdeed. En toen heeft hij dat aan Leo verpakt. En Leo heeft toen Herman als knecht genomen. Ja, Leo had het kelletje, maar Herman stond de hele dag erin. Herman moest werk doen. En Leo was niet, hij kwam alleen maar kijken. En Herman moest werken. Zo was het. Nou ja, ik kwam als bakkerzende, kwam ik hier een balletje hak of zoiets tussendoor eten. En dan heb ik hier met volgers wel een mof, dat ik er niks voor voelde, om een paar avonden in de week als bijverdienste te komen. Nou, dat heb ik toen gedaan, want we hadden een vrij jong gezin en 4 kinderen nogal een beetje vlot achter elkaar, dus we konden. Dus we konden het goed gebruiken natuurlijk. En toen stond ik van Rijksdaalder per avond toe. Van 7 tot 11 was het in die tijd. En na de hand, ja, werd het iedere keer meer. Maar ik had mijn gewone werk er ook nog in de bakkerij erbij. En daar ging wel iedere keer wat vanaf. Maar op een gegeven moment, ja, toen ben ik ook een keer helemaal over de kook ingegaan. En toen heb ik ook 3 weken in het ziekenhuis gelegen. Mag ik een dubbele biefstuk? Wat de specialiteit is eigenlijk hier de biefstuk. Ja, er zijn ook mensen die ontzettend veel van die lever mogen. Dan zelf niet zo vaak als ik hem hier krijg. Alleen friet, daar hou ik niet van, dus. Dat is een bijgerecht.
zuster. Mijn vader die kwam hier altijd voor de leven. Dat is gewoon heel erg. Ja, ik kom hier tot 3 keer in de week en eigenlijk heel dat hij weg is. Ik kom 4 in de week. Ja, ja, iets vaker. Hé hey man, wat neem ik vanavond? Biefstukje, ja, biefstukje. Ja, toch weer jongens. Godverdomme, gaat het helemaal weg. Wat moeten we toch eten in de toekomst? Ja, dat is uit een andere taal dan. Die bestaat niet meer. Hé, hey, want je begint dan wel een goed restaurant, hè? Ik ben van Rara, hoor. En ik heb hier een bom geplaatst en in de verre witte die mij gewoon op weg. Ja, maar hij misschien koffie. Want ik moet toch even wachten, hè, tot de... 4 december. Ik had een dubbele, Dubbele bal gehad? Dat vinden ze gewoon niet wachten. Dan moeten ze eerst maar een bal geraakt hebben. En dat die eerste trek maar een beetje gestemd is, dan kunnen ze het nog wel even, wachten op de biefstuk of wat ze ook besteld hebben. De drank is, vooral bier, is toch wel echt hongerwekkend voor. Ja. Werkende man, hoor, ik hoor. Ja, nee, dat verpraat je. Je nek afwegen. Ah, het begint steeds weg. Ik heel tegen je op de roodkapje. Helemaal, ik ben zo verslaafd. Geef me nog een paar dagen. Ik kan mijn eigen nogal knap goed beheersen. Ik kan heel goed incasseren. En ik kan goed mijn mond houden als het echt nodig is. Als ik zelf vind dat het nodig is. Vaak is het zo, als je er dan verder niet op reageert, dan zakt het van eigen zelf. Ja, ik kan ook niet persoonlijk tegen dit, weet als de mensen zoals weet je op schof zijn. De mentaliteit van de mensen, kan ik niet verdragen. Kan ik niet tegen. Dus vooral dan het nachtelijke werk? Nou, dat heb ik nooit meegemaakt hoor, dat ben ik nooit geweest. Ik was altijd daar voor de... Ja, ik bewust altijd naar buiten gegaan. Ik was altijd, in het begin was ik om 8:30 al met de bus mee. Maar nu gaat altijd 5:30, soms 6:00, dat ik naar huis ga. Omdat ik ook geen kinderen meer thuis had toen die tijd. Hè. Toen wij begonnen was nog 1 zoon thuis, maar die vond het verschrikkelijk. Je heeft keihard moeten werken in die begintijd. Ja, dat heb ik zeker. Ja. En nog eigenlijk, hè. Want ik sta hier nog 7 dagen in de week. En dat is al vanaf die overval dat ik 7 dagen in de week hier bezig ben. Voor die tijd had u toen nog hulp? Of? Ja, voor die tijd had ik in de weekenden meer hulp. Maar ja, nu is het ook niet meer zo nodig, want het is een stuk teruggelopen. Hè? Dat is het. Met de omzet. Komen er minder klanten? Die eerste tijd van die overval, ja, dat minstens 6 weken geduurd voordat er een beetje schot in kwam. De klanten waren ook bang geworden? Ook de klanten waren natuurlijk bang geworden. Van die negatieve berichten in de krant natuurlijk. Hè. Durft u nog wat terug doen? Ja, ik heb er echt geen probleem mee gehad. Gelukkig niet, want ja, dan hou je het helemaal niet vol. Hè. Er is vaak spanning genoeg om het hier vol te kunnen houden. Maar vindt bijvoorbeeld, nu nog steeds natuurlijk, vindt u het nooit een naar idee dat hij helemaal niet alleen staat? Oh, zeer zeker, vooral na die overval.
Want die was zo s'avonds om 11 uur belde ze toen van het ziekenhuis op. Dat hij daar in het ziekenhuis was. Oh, maar het heeft nog een paar kleine wondjes. Hij is zo thuis. Maar hij kwam niet thuis. En toen ze er eindelijk achter kwamen wat hij eigenlijk had. Ze dachten dat hij van het café eerst flink gedronken had in een café. En toen te vet gegeten dat hij daarom moest spugen. Maar ze keken niet naar die witte jasgoot die helemaal van bloed zat. Toen het zegt van nou moet eigenlijk maar afgelopen zijn. Ja, dat heb ik toch wel gedacht. Maar hij wou doorgaan. En dan dacht ik, ja, dan kan ik wel zeggen, ik doe het niet meer. Dat vond ik niet eerlijk. En ja, God, ze hebben samen altijd alles gedaan. En dat was verder was ons huwelijk hartstikke goed. Dus ik dacht, ja, dat is niet eerlijk om nou alleen maar te laten stikken. Iedereen liet hem stikken. En als ik hem dan ook nog ga laten stikken, dan was het helemaal... was helemaal met hem niet goed gegaan. Ik heb 10 weken zonder huishoudgeld gezeten. En we kregen nergens geen geld. Ik kom van de sociale dienst, kon ik geld krijgen, maar dan moest ik de deur dicht houden. Ik zeg, en dan die schulden die er allemaal zijn, dan moet je niet wakker van liggen. Ja, die mentaliteit kan ik niet opbrengen. Die groenteboer en die slager en wie dan ook, die dan nog geld kregen, die mensen die hebben daar recht op. Het is helemaal niet zo moeilijk om te zeggen van, beste man, mee, want je komt op een gegeven moment, als er niks te halen is, dan... Maar dat zag ik allemaal tegenop. Daar kan ik niet tegen. Jan, mag twee helpen, man. Met een beetje prik bij, hè? Twee punten, man. Niks, ja, ik kom uit Herman Eiken. Het is aardig hier, mensen. Ik aarde zo deze tijd, ik kom een beetje vrij. Ik loop heerlijk. Het is heel aardig mensen. Dat zat hier het geldertje. Hadden we een jaar geleden. Ja, man, en dan zat die oude verzwelling nog erin, of niet? Hoi, zie je maar. Hé? Dat bedoel ik. Hé! Kijk jou, ik heb jou meer. Dat is een lastige kerel. Ik heb er zelfs een hekel aan als ik klanten zou krijgen die iedere dag hier zouden willen komen eten. Ik sta hier wel voor de winst, daar gaat het niet om. Maar in je achterhoofd heb je toch, ja, die jongen of dat meisje of wat het ook is, die is toch eigenlijk verkeerd bezig, hè? Ze moeten toch de groenten en dergelijke hebben. Dat kan ik gewoon niet. Ja, maar dat is. Je mijn mond hè? Draad je het erover. Over die deel. Daar was niks, hè? Soms is het bij meer maatschappelijk werken als cafetaria. En ik sta hier niet te werken om een beetje alleen maar de zakken te vullen. Zoals dat dan eigenlijk heet. Je hebt toch wel begrip voor mensen die niet toch wel erg moeilijk hebben of erg in moeilijkheden zitten. Dan,
Ja, dan ben je toch eigenlijk wel een luisterend toer. Het is niet van het ene oor in en het andere oor uit. Zo werkt het niet. Dat doet het niet. Zowel je binnen weet. Maar... Nee, waarom? Wat doet ze niet? Ja. Zo'n fatsoen. Ervaring meegemaakt. Zo'n fatsoen, meneer. Al. En dan? Zet je me nooit om. Zit hier dan? Nee, het is een biefstuk van nooit. Mag ik dat meenemen, hè? Dat Fred het is netjes ook, hè? Ik kreeg ook wel een stukje van. Nog? Nou, nee. Dat doe ik nog op. Kun je die van die ballen? Ik begin een ballen, je hebt een regenbal begrijpen. Ach, ik heb vorige week een rebel op de lift. Nou, nee, nee niet een rebel. Ik heb een rebel. Ik heb twee Belgen binnen. Die vragen naar een adres. En naar telefoonnummer kijken wat erbij staat. Dat was Katwijk aan zee. Die komen we even zo binnenlopen. Hij begint een mannen met een ballen. Dat is een echte baas. Kom die zelf ervan. Ah, wacht. Die zet die dingen, dan weet je wat doe, doe maar met de glas weer elke set, weet je hoor. Nee, dat zet die baas tegen die tegen die baas zich gewoon aanpassen. Nee, die baas zet die zelf wel met een bal. Hoe kreeg je dat nou? Nou, voor de rest is die baas. Ja, baas zet die tegen de kant over. Nou, zet die bol omhoog, zet nou. Zet die om handgift gegeten? Die nee, dat die Holland gift vergeet, zet die. Ik ben te vroeg, ik ben weer al te laat. Gaan we er. Nou zet die balletje door aan, hoe kan dat nou, zet die. Als bij ons de bier op gaat, gaat die bij jou niet te goed. Ja, zet die Holland tegen die ballen. Ja, maar op ballen hier ligt 10 jaar achter. Ja. Hoe zou je dat vragen? En dat bedoel ik. Wat ben jij nou? Kom jong. Wat weer vrij? Ik kom niet met een baat. Kom, zelfs hier de Ruud. Tom, neem me af. Ja, maar hè, vriendje. Nee, Herman had niks meer over zijn zorg. Oh. Ja, van. Hey, wat geven we met? Ik heb niks meer, Herman. Ga maar afrekenen. Tot morgen. Tot morgen. Weet je nog wat hij met Tom wil? Ja, dat moet je maar zien. Dat bedoel ik. Dat vind ik nou ook. Hé, hey, Tom, wat heb je met hem? Morgen maken we elkaar gelukkig. Al? Oh, oh. Oh, dat probeer ik vandaag nog. Ik heb het eerst zitten. Hé, laat rustig, man. Ik kom niet met mop te rijden hoor, met mop. Ik denk dat je, als je nou een beetje behoorlijk kunt leven en iedereen kunt betalen, en, dan vind ik het, dan voel ik me eigenlijk nog apart. Ik hoef niet zo vette bankrekeningen of dergelijke. Dat interesseert me ook. Eigenlijk interesseert me dat ook helemaal niet. Ik kan ook heel goed zien als iemand die er hard voor gewerkt heeft en hier met een Mercedes of dergelijke voorkomen. En hij had dus dat ze op een eerlijke manier verdient. Oh, dat vind ik dat knap. En daar ben ik ook helemaal niet jaloers op. Ja, dergelijke dingen geef ik niks om. Nou, ik ook niet. Mijn netjes in huis heb en de verders en de kinderen hebben het reuze goed allemaal. We hebben een goede baan en dan ben ik tevreden. Ik heb de kinderen geholpen wat ik kon. En vier groot brengen, het is toch een hele hoop. Hallo. Hey Alan. Ja. Hoe is het gaan? Hallo. Hey. Oh kind. Hey. We gaan vlug zijn, hè? Jij goed gespaard hè, geworden. Hey. Na 33 jaar dat je kom mag eindelijk met jou een keer vluchten. Ik heb die vrouw gehad. Nee, ik wel van de. Nee, kun je daar zitten? Van de zenuwen uit mijn hand van. Ik kom ook over 33 jaar op, kun je het weten hoor. Ja, Tom, zo lang studeer jij al kind. Ik weet, ik heb het allemaal meegemaakt. Nee, maar ik kom hier met de heer Morgen, kom ik hier al jaren. Ja, hallo Morgen, maar dat is eventjes Herman, ik had 33 jaar verkeerd met jou hoor. Als de vrouw weet dat, dan mag ik een vriendje bellen. Ja, ik wou net zeggen, een mooie bak. Een goede. Oh, je neus komt je vaak genoeg tegen. We hebben lekker hals. Ze komt je vaak genoeg tegen. Oh, heel vaak, Herman. Als ik net de verkeering kan krijgen, mag ik gerust mee thuiskomen. Ik heb brand met mijn naam onder, hè. Heer Anita, dat komt eraan, schat. Ja, inderdaad. Ik krijg een puinhoop vandaag. Dan heb je een mooie poosje. Dank je, jij 3 minuten. Oh.
dank. Ja, hallo. Ik heb zelf een hoogkant, ik heb al 33 jaar. En toen Herman hier begon, en al die tijd kwam hij ook al hier. En alle klanten, humor, lach ik hier in Brunnen. Het wordt ook voor Herman steeds moeilijker. We hebben ook meegemaakt dat Herman hier een keer het tramland had met... Ik ben in het ziekenhuis op aan het zoeken een vriendje. Herman is best mijn vriend. Herman nou hem weer ophouden, dat is ver genoeg geweest. Herman zei niet, hij gaat toch door. Herman, doe nog niet, dan op. Wat doe jij dan? Ik zeg, dan kom ik door. En dan is het deur getocht. Ja, we houden elkaar maar vast. Ja, dan houden we Herman op. En dan, en iedereen als wij hier komen, als ik hier kom, zeg, hey, duifje, duifje, door de telefoon. Ben je nou open? Ja, duif, kom maar. Nou, dus al vaak heeft iedereen al weg hier. Nee, verder naam van vieze Herman, maar het woordje vieze Herman begrijpt dus goed in Nijmegen. Want ik ben altijd het laatste die altijd hier komt. En dan poets Herman hier alles. Ik heb zelf een hoor, ik heb zelf ook een cafetaria gerund. Maar ik neem een vet iedere dag 7, mag je best weten. Doet hij wel. Dus hier is je wel heel klein om het te zien, een beetje onsmakelijk. Ik heb als vrienden meegenomen zei van, dan moet je even omkleden, we gaan een heel groot restaurant. Heel duur waar Engels, weet je nog Herman. De mensen hadden eigenlijk helemaal chique aangekleed, komen hier bij Herman binnen. Ik kan je voorstellen. Lach hier nog wel. Mensen snappen er helemaal gedonder van. De ene zegt, ik moet plassen, I must go for a piss, weet je wel. Ik zeg, ja, piss aan de rood, hè. Ik kan nooit zo laten hier. Het is all fashion. Mensen snappen er helemaal niks van. En zo lang kom ik al bij Herman. Echt raar, dat is heel leuk. Maar ik zal hem echt gaan missen. Ja, de laatste tijd komt iets meer dan omdat ik een beetje aan de lijn moet denken. Ja, we worden al hoor. Ik hoor niet dikker. Al maar... Als ze dan binnenkomen met een hele groep juffrouwen, de nieuwe studenten dan nou weer. De eerste 4, 5 zeggen dan niks. En dan is de laatste die komt dan binnen en die zegt... En wie is nou vette Herman? Ik weet niet, hoe zijn die namen komen, die stomme namen? Als ik nou... een goed antwoord erop kreeg waarom, en dat ze me uit konden leggen waarom, ja, het is, ja, hoe noemen ze dat nou, ja, het is gewoon een begrip, ja, maar dat ben je er niet mee af, dat is toch geen antwoord, het is een begrip. Helemaal met wel mensen. Ik wil helemaal even mensen hoor, dat is ja. Ja, en dan krijg ik ook de gelegenheid om een keer af te vallen, hè, zeg maar.